Suriname en Frankrijk hebben twee documenten ondertekend. Het eerste is een protocol over de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana als aanvulling op het verdrag van 1915. Het tweede betreft een verklaring aangaande het gezamenlijke management van de Marowijne en Lawa rivier en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied. De documenten zijn ondertekend door ambassadeur Harold Koolader. Hij is voorzitter van de Nationale Grenscommissie. En ambassadeur Antoine Joly. Hij is ambassadeur van Frankrijk in Suriname. De grenslijn is bepaald vanaf de monding van de Marowijne rivier tot aan de samenvloeiing van de Lawa, Litani en de Marowini. Over het resterende deel wordt in een later stadium onderhandeld.